klein visje. Maar zoals jullie weten, iedere vis in Engeland is goud waard. En bij deze zitten we op een moeilijk water, Swan Lake. Dus een klein schupje. 7,8 kilo. Klein maar fijn. Dus meer moet dat niet zijn. Hè. Ik zou zeggen, op naar de volgende. Ondanks dat ik al 2 heb gelost. 1 in een boom. En 1 onderlijn kapot. Blijven volhouden. En bij deze is de blank eraf. Dus ja, we zijn gelukkig hè, met de vissen in onze handen. Hopelijk vangen we nog een en is het een beetje groter. Ciao. Oh, what's that in pound? That's 40, I think. 42? 42. Come on. €18,600 in de pocket. Nice one. Well done. That's brilliant, that isn't it? Absolutely brilliant. So you take pictures. €18,600, £42. Happy days on Swan. Second fish on this trip. Oh, lovely times on the bank. Job done. It's not one of the 18, but I come closer. I have still one night to go, so 24 hours left. I hope I catch another one, but I'm really happy with catching fish. Nice. Absolutely brilliant. Happy days. That's it. No, that was one more camera. And on. He or she is gone. Back in Swan. Thank you. €15,400, mooie prachtig schip op de voorlaatste dag in Swan. Happy days in the UK. Do you want to have a look at these? Yeah, just happy days. Yeah, the other one. Back again on Swan. Morgen. Dag 2 op Swan. Back in the UK again. En je ziet het hè. Mooi spiegelke, 10,2 kilo. Dus na 1 dag verrijzen van in het midden van het water in een hoek, wat er voor mij veel vis heeft gesprongen, waren ze eventjes weg, maar gelukkig teruggekomen. Dus alvast niet geblankt. Thank you.
Dus we vissen terug dezelfde plek of eind mei. En met hetzelfde aas natuurlijk. En het loont. Dus op naar de volgende. Hopelijk. Ja, we zijn hier terug. Swan. En een nice one. Kilo op de kop. Juist voordat de nacht valt. Dus deze keer op de andere stok. Aan hetzelfde aas. Dus een mooie trage drill. En deze spiegel maakt me heel erg blij. Another one van Swan, 15 kilo on the head. Happy days. Dat bij deze, vis nummer 99 in Engeland, 15 kilo op de kop. Hopelijk is nummer 100 een big mama of een big papa. En bij deze, happy days in Swan. Niet in het water. So, something special. Fishing in the UK. 10 years. And now I'm on the mark. Dit is nummer 100. Nice mirror, nummer 100. Happy days to Swan. Yes. Fifteen kilo on the head. So. Now we're still catching more fish. I hope we catch bigger fish. So, target number one exceeded. Now it's for target number two, second 50. So, now we come back in the lake. Ja, bij deze zijn we nog eens aan het nagenieten van gisteravond hier op Swan. Twee vissen vangen op 3 uur tijd, 2 Engelse dertigers. Dus super content mee. En was ook tevens nummer 100. Dus 100 Engelse vissen gevangen. En nu dan weer nog zitten, kunnen we nog meer vangen. Genieten van het mooie weer kunnen we jammer genoeg vandaag niet doen. Maar met wind op de kant, regen, hopen we nog een paar vissen te kunnen sleuren en op de mat te brengen. Hè. Dus af en toe zien we visken springen, waaronder ook meer vallen. Ja. Het zou Engeland niet zijn, moest het niet regenen. Hè. In Engeland, met Engels weer, regen en wind. Bij deze 12 kilo 800 spiegeltje. Trui visje. Mm-hmm.
the other side. Strong fight, so happy days in the UK. Now it's gonna be wet days in the UK. One minute, please. Ja, 22 kilo 200 gaskoffer in Engeland. First one. Thank you. Een dikke Engelse gasmachine. De eerste. Ja, als goed. Ja. Ja. How do you at it? Just the head and the fish on it, so and under the fish, so I'm just in the screen. Move that bucket, mate, please, if you don't mind. Oh. Ja, 12 zwan. Ja, turn it around. Dan meer dan 40 uren. 1 vis te hangen. 18 keer 800, 41 pond en half. Happy days. That's okay. Good. Okay. Yeah. Can I see? Oh, then I go back. Just some fresh corn, come on. Ja, 12 kilo 800. Half rijden. Was one. Happy days in the rain. Echt typisch Engels weer. Hè. Wind en regen en vis op de kant. Mooie visje. Meer moet dat niet zijn. Dat is voor jou easier. Ja. 15. Ja, 15. Haaien. Belgian man showing the English man what to do. It's not my first English face over here, so. Okay, so turn. Lift his head up a slight little bit. Like this? Yes. Okay. That's fucking black. Perfect. Ja, de laatste avond, ons van deze sessie, vis nummer 8, 14 kilo 800, prachtig schip, prachtige kleuren, dus eventjes iets anders geprobeerd en het geluk aan mijn zijde. Prachtige vis. Meer moet dat niet zijn. Hè.
Ja, we zijn hier terug. Bloedbouwcomplex van. Derde keer, laatste keer dit jaar. Super veel volk om hier toe te komen, een paar stekken vrij. En in mei had ik hier op deze stek één nacht gevist. Plek gevonden zonder veiligheid op de bodem. En keizer het opzetten. Eén is in draaien in de buurt. En rechts van mij, relatief ver van mij, ook in zien springen. En, een mooie schip op de kant. 17 kilo 400. Prachtig beest. Terug niet geblankt. En we zitten hier nog 11 nachten. Dus laat de rest maar komen, zou ik zeggen. Prachtig gewoon, hè. Eerste schone vis van deze sessie. Ja, tweede avond ga in op Swan. Vis nummer 2, 12 kilo 200. Hele dag niets te zien van beweging. En deze avond toch terug een paar zien springen. Dus nu de andere stok, zelfs de aas, meer moet dat niet zijn, hè. Yes. Mooi beschupte spiegel. Hopelijk volgt er nog een of nog een paar deze nacht en de rest van de sessie. Happy days to Swan. Andere stek, 16 kilo 800. Mooie schip. Na een paar dagen niets te vangen, eindelijk terug een visje. Ding. Andere kant, mooie schip, neem het aan de zinnen. Die andere zou die had, die andere zou die had een mark om zijn body. Oh right, yeah, vent patch, the vent patch, commonly call it. Hier persoonlijk gekocht. Come on. kilo. Liever gekaper, maar de deze zit er ook op, dus nu terug het water. Don't come over here for catching cats. I'm only catching the 50.
smaller slough, deep cut, and overdag zonder. Thanks for filming. Is it zero? Yeah, it's a zero. 22 kilos. 49. Shane, that's not a 50. It is. It's zero. Yeah, you can see it. Yeah. It's a zero. Fuck me. Find off your target. Close to my target. Too close. Yeah, one swam. And not geen target. Maar kom er heel dichtbij. 22 kilo 200, 49 pounds komen. It's a beast. Het was een spannende vis. Biggest fish I've ever seen on the bank. How long is coming out this fish? It hasn't come out this year. Yeah, we thought it was dead. Wicked that is. Well done, mate. Well done. Thank you very much. Next year 50. Never know. Hope for you. No. Fucking hell. Smashing it all the way from Belgium. I'm just that fortune your spot, I think. Manage? Yeah. What was it, 49 on the top? Just 49 on top. Yeah. It's a beast. Upside down. Yeah, big fish from Swan. So happy days. That's 49. Biggest of from Swan at the moment. So well, the next one is a 50. And I'll go back and take. So. Is that your UK PB? No. UK PB? No. I had 150 at the moment, so that's I'm coming here for. I hope. Yes, yes, Carl. Well done. Thank you. Yeah. I want to see it back in the lake. 40 kilo 400. Mooie spiegel. Vierde vis van de dag. Nou, de grote, nu kleine, maar altijd wel komen.
this, isn't it? Ja, daar gaan we niets vangen. 16 kilo 400 spiegel. Mooie vest terug. Wel dan. Dank je wel, mensen. Ja, ik kan tekenen voor. Ik kan nu weer de bad ones. Ja. Dat is nooit mooi. Last fish at the moment. Cracking fish, on Swan. 16 kilo 400. That's the job. That's. I love it fishing in the UK. Now I go back in the lake. Cheers. Nice and steady. Yes, he has a car. Yeah. Again. Not on the bank, but on the boat. Back to home. 2019. Great year. Great adventure. Fishing was hard, but I love the hard style. And catching fish. So that's important. And I love fishing in the UK. Last session from this year in the UK. It was a great session. A few fish and a big one, 49 pounds. But next year, 2020, we visit other lakes and other canals. And many waters on the waiting list, so not enough time to do everything, but I do my best to still fish in the UK.